is nu ondertussen al donker buiten. Het is bijna 11 uur. Dus ik heb overdag heb ik ook vrij weinig dieren gezien. Dus, maar goed, het is nu donker en dan begint het nachtleven. Dus ik denk van nou, het is wel even leuk moment om te kijken wat we allemaal kunnen vinden. Sowieso gaan we padden tegenkomen. Maar ik wil ook namelijk even kijken voor wat nachtvlinders. Nou, daar is het huis. Ik praat nu wel iets zachtjes, ook zo in verband dat ik de beestjes niet te veel wegjaag. Ik hoor best ook al wat geluid om me heen, dus het is altijd erg spannend, want je weet maar nooit wat je in het donker tegenkomt. Dus ga even kijken. Nou, daar hebben we gelijk aan ons eerste nachtdier. Eens kattenke. Naast kattenke. Kijk, de city, daar zit de egel. Oh, wat gaaf. Ik heb dit jaar ook best wel wat egels gezien. Een paar keer ook in mijn achtertuin. Dat was wel heel gaaf. Toen probeerde mijn kat Tweety Poe helemaal te vangen. Heel mooi. Egels zitten overdag, zitten ze meestal verscholen. Nou, en als je, ja, s'nachts zie je nog. Gaaf is dit. Oh, wat mooi. Het gave van egels vind ik is dat ze immuun zijn. Voor gif, met name ook voor adders. Ze eten soms wel eens adders. Je hebt ook bepaalde dieren die gespecialiseerd zijn in het vangen van gifslangen. Zoals in Afrika, met name mongoesten, maar ook varanen. Heel erg mooi. Je kan ook heel mooi die stekels nu zien. Awesome. Het blijft altijd gaaf om de egel te zien. Tussen twee grote tijgerslakken. Wauw. Dit is echt zo een ontzettend gaaf gezicht. Je ziet het komt gewoon. Ja, dit is mijn eerste keer dat ik twee parende slakken heb gezien. En het is ook gewoon vrij bijzonder. Je ziet ook dat mooie grote witte dingetje. Ik ben even de naam ervan kwijt. Het is zo ontzettend mooi gezicht. Wat gaaf. Zeker omdat het hier om een prachtige, mooie, grote soort gaat, de tijgerslak. Heel erg mooi. Oh, wat kan het natuurlijk toch mooi zijn. Prachtig. Ik ben... Het is heel erg mooi dit. Nou, komen we dus nog wat amfibieën tegen. Een bruine pad en een bruine kikker. Ik denk dat deze soorten eens in de emmer zijn gevallen en dat ze er juist nu proberen uit te komen. Dus dan ga ik ze even een handje helpen. Nou, net eventjes het jonge padje en daar die bruine kikker eruit gehaald. Ze zien er ook best wel vermagerd uit. Dus... Daarom is het maar goed dat ze eruit gaan. Bruine kikkers leven sowieso een groot deel van hun leven op het land. Net als de bruine kikker of de bruine pad. De enige keer dat bruine kikkers en padden echt in het water komen is natuurlijk tijdens de paddentrek. Kijk, er zat nog een bruine kikker in de emmer. Ik heb de emmer eventjes omgekieperd. Zodat er niet opnieuw amfibieën in kunnen vallen. Dus dit exemplaar is ook sterk vermagerd. Er zat nog zelfs een dode kikker in. Dus, blij dat ik ze weer vrij heb kunnen laten. Kijk, de city.
mij is het een hole trechterspin. Een vrij algemene soort. Ze kunnen vrij groot worden. Je hebt nog meer verschillende soorten trechterspinnen. Ze kunnen overigens bijten als je ze probeert op te pakken. Dus laat ze gewoon lekker zitten. En ze hebben namelijk een beetje de kennen aan op de manier hoe ze dat holletje maken. Even kijken hoor, waar zit die? Oh ja, daar. Dat is wel leuk om te zien. Als je heel goed kijkt waar ik nu mijn licht op schijn. Daar zit een snoek. Zo te zien een nog niet volwassen exemplaar, want hij heeft nog best wel wat vlekken. Ik schat hem ongeveer rond, ik denk een beetje rond de 40 centimeter groot. Hij ligt in een hele laag. Er zit hier nog een grotere snoek, had ik gezien. Snoeken vind ik een hele mooie gave dier. Het zijn ook roofdieren in een hinderlaag kunnen liggen. Ze kunnen best wel groot worden, ongeveer meer dan een meter lang. En vrouwtjes worden groter, mannetjes blijven net ietsjes kleiner. Ze hebben ook een per en heel erg goed zicht. En ze houden een beetje van water waar ze ook gewoon een goed zicht kunnen hebben, zodat ze hun prooi kunnen zien. Maar je hebt ook een snoeken die wat groter worden, echt meer dan 1 meter 20. En die pakken ook echt grote dieren, zoals jonge watervogeltjes, waterratten, kikkers, noem maar op. Nou, zelf moeten ze wel oppassen voor voor een nog wat grotere roofvis, de Europese meerval. Die komt ook in Nederland voor. Er zit hier waar ik nu zit, zit een groot meertje. En daar schijnen ze voor te komen. Zag je net iets groots? Oh, de knetter, hé. Dat is een grote bruine kikker. Oh, zo. Oeh, kijk, daar gaat hij. Dat was echt groot. Oh, kijk, daar zit er nog een. Daar zit nog eentje. Deze is iets kleiner, ook iets donkerder gekleurd. Dat is wel gaaf om te zien. Heel erg mooi. Nou, bruine kikkers zijn dus dan zowel dag- als s'nachtstief. Het zijn een van de weinige kikkersoorten die ook echt... grotendeels het leven dus buiten het water brengen, dus echt op het land. Ze kunnen nog wel eens makkelijk verward worden met de springkikker. Alleen je komt de springkikker maar op een beperkt aantal plaatsen voor. Die heb ik al een keer gezien. Nou ja, je kan sowieso ervan uitgaan dat dit een bruine kikker is. Ah, dit is nog een leuke ontdekking. We hebben hier een boomsprinkhaan. Een van de kleinste soorten van de sabelsprinkhanenfamilie die we in Nederland hebben. Nou, dit is een mannetje, want hij heeft geen legboor. Daar kan je ook een beetje de mannetjes en de vrouwtjes onderscheiden bij bijna elke soort. Dat de vrouwtjes dus ook een legboor hebben. Heel mooi, een vrij veel voorkomende soort. Ze komen in tuinen voor, in natuurgebieden. Dus dit is gewoon hier in de tuin waar ik nu sta. Bij de lamp hier, om hier even te kijken, en hier zitten al gelijk best wel wat nachtvlinders. Echt een hele hoop insecten hier. Nou, daar is het spannend. Dat is een vrij algemene kamuil, die zit hier zo te zien ook. Oh, er zit een lage dorvlinder hier. Oh, die is wel mooi. Dat is wel een mooi soort. Kijk, daar zit de hagedoornvlinder. En daar komen ze ook op de camera af. De hagedoornvlinder behoort tot de familie van de spanners. Heel erg mooi. Er zitten zoveel verschillende soorten nachtvlinders nu op de plek waar ik zit. Oh, daar zit nog een vrij grote. Oh, het zijn er echt heel veel. Hier op de boom doe ik ondertussen wel een hele leuke ontdekking, want hier zit een ontzettend grote nachtvlinder. Volgens mij is dit het rode weeskind. Tenminste, je hebt verschillende soorten weeskinderen. Dat is dus de naam van deze nachtvlindersoort. Maar je hebt nog meer van deze soorten die een beetje op lijken en ook bijna precies dezelfde postuur hebben. Heel erg mooi, een vrij grote vlinder.
net een stukje hoger tref ik nog een nachtvlinder aan. Hij lijkt net op degene die ik net had, maar deze is een stukje groter. En ik denk dat dit, tenminste ik zag net wat rode vleugels onder zitten, dus dit is het rode weeskind. Nou, hij zit op de grond en kijk, die prachtige mooie rode vleugels. Vandaar de naam het rode weeskind. Ik vind het een prachtige mooie soort. Hij doet een beetje denken ook aan de blauwvleugelsprinkhaan, want die, ja, want je ziet natuurlijk niet bij die soort gelijk zijn blauwe vleugels. Die heeft hij, ja, net zoals als het rode weeskind onder zijn vleugels zitten. Ik noem het een vleugelschild, dus dekschild eigenlijk. En die laat hij pas zien als hij dan gaat vliegen. Ik denk dat het rode weeskind het ook op diezelfde manier doet, dat als hij wordt lastiggevallen, dat hij dan zo wegvliegt. En dan, ja, in de hoop dat hij het roofdier afschiet. Dat is dus dezelfde functie als wat de blauwe vleugels van de blauwvleugelsprinkhaan zouden moeten doen. Ah, het is ook wel leuk om te zien. We hebben hier een volwassen struisprinkhaan. Zo te zien is het een vrouwtje, want je kan ook de legpoor zien. Dit is het eerste volwassen exemplaar wat ik dit jaar zie. Voorheen zag ik alleen maar nymfen. Dus ik denk dat deze soort, ja, ietsjes later, ze waren dit jaar ook best wel wat laat. Dus mooi groot vrouwtje. Heel mooi, zo te zien zat ze net een beetje van de bloemetjes te eten. Prachtig, heel mooi. Ik vind struikspraken, vind ik altijd heel leuk om te zien. Dan delen ze ook een beetje deze struik waarin ze zit met een andere soort zuilspringhaan, namelijk de boomspringhaan natuurlijk en de zuidelijke boomspringhaan. Heel erg mooi. Bijna 2 uur. Ik ben back af, maar het was wel echt ontzettend leuk. In ieder geval, ik ga deze video weer afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zeg zoals gewoon tot de volgende keer bij een gloednieuwe video van Kiss & Olivier. Doeg!